Aan mijn stamtafel vanavond Frans Ruijsendaal, Theo de Graaf, Steven Koelewijn. We gaan het hebben over voetbal. We kijken terug naar de samenvattingen van afgelopen weekenden. Vooral gaan we terugkijken naar de verrichtingen van Spakenburg in de topper tegen Rijnsburg. En we hebben een andere sport, dat is dit keer Jeu de Boel, want het team van Steven Koelewijn werd kampioen. En wij waren daarbij afgelopen zaterdag in het Boelendroom. Drie gasten aan tafel, gaan ze even nader kennis maken. Frans, stel jezelf eens voor, wie is Frans Ruijsendaal? Frans Ruijsendaal, technisch manager van Spakenburg. In het dagelijks leven ben ik getrouwd met Rolanda Ruijsendaal, Vermeer. Ik heb drie dochters en ik ben zelfstandig ondernemer. En van wie ben je erin? Op zijn Spakenburg. Ja. Ben ik er een van Aampies. Okay. Schuif even door, Theo. Wie is Theo de Graaf? Ja, Theo de Graaf, eentje van Gaart van Jaap Kaaierman. En voor de diekers eentje van Hilletje van Jan van Eppie. Dus dan weet iedereen wie ik ben. 42 jaar, sinds drie maanden bestuurslid technische zaken bij de voetbalvereniging Spakenburg. Mm-hmm. Ik ben getrouwd, ik heb twee zonen, eentje van 5 en eentje van 7. Waarvan de oudste inmiddels natuurlijk ook op het voetbalveld loopt dartelen. In dagelijks leven zit ik in de bakkerswereld en zijn wij concurrent van het bekende bakkersland hier in het dorp. Oké, goed. En Steven, wie is Steven Koelewijn? Steven Koelewijn, dat is een zoon van Paap van Geurten, zouden ze hier zeggen. Mm-hmm. Voorzitter van Jeu de Boel Club Boulemie hier te plaatsen. En ook een verwend voetballer geweest. Maar dan bij de rode. Ja. Maar dat is toch geen zonde, hoop ik. Je zit als tegenwicht aan tafel. Dat bedoel ik. En ik hoop dat ik dat een beetje kan bieden. Maar ik denk dat dat met ons drie heel goed zal gaan. Ja. Ook over voetbal weet jij natuurlijk je woordje mee te praten, Steven. We gaan gelijk naar het voetballen toe. Afgelopen zaterdag een subtopper GVVV IJsselmeer. Volgens eigenlijk de winnaar blijft meedoen en de verliezer haakt af. Peter Duist was er met zijn camera niet bij, maar dan is er altijd nog RTV Utrecht. Dankzij hen hebben wij deze beelden. Van Wieringen kopt hier een bal weg. Funga Wien raakt hem helemaal verkeerd en Simon Brouwer schiet GVVV in de zesde minuut al op 1-0. Van Wieringen kopt goed weg voor de aanstormende Brouwer, maar dan raakt Funga Wien de bal helemaal verkeerd. Je zou het bijna een assist noemen. Van Toor. En via Katipana de bal dan bij de Harder. En die maakt dat knap af, zeg. Michael de Harder. Het is toch knap van de middenvelder van IJsselmeervogels. Voor het tweede seizoen achter elkaar scoort hij geen doelpunt voor de winterstop. En nu staat hij alweer op 6. Ramic in duel met Van der Valk. Vlak naar de gelijkmaker. Hulsbos met de sliding. En scheidsrechter Huizinga ziet daar contact in. En dus een strafschop. En het lijkt erop dat hij gelijk heeft. En Jasmin Ramic mag dan zelf het vonnis voltrekken namens IJsselmeervogels. 2-1 van Meegdenburg. Meegeven aan Brouwer. Bolland is helemaal vrij. Dat ziet Brouwer. En Jasper Bolland, vorig jaar afgedankt door IJsselmeervogels, schiet GVVV hier op 2-2. Met dank aan Simon Brouwer. Raymond Bronckhorst is te laat. En Bolland met de 2-2. 8 minuten voor rust. Van Wieringen, Katipana, balverlies voor IJsselmeervogels. De overname is van Hofman. Via Van Meegdenburg de bal tot bij Tmim. Brouwer. Brouwer, de redding van Van Strien. Bal die weg en daar is Bolland met zijn tweede van de middag. Hij gaat weg bij GVVV. Weet nog niet waar hij volgend seizoen zal spelen. Maar zowel bij IJsselmeervogels als GVVV kwam hij niet in aanmerking voor een basisplaats. Er zijn topklassers genoeg die Jasper Bolland wel kunnen gebruiken. Maar als je vandaag had gewonnen, dan had je nog een theoretische kans gehad. Ja, dat is nu wel over, denk ik. Maar ik vind wel dat we verplicht zijn om die laatste 7 wedstrijden vol gas te geven. En het seizoen op een waardige manier afsluiten. En uiteraard ook zo hoog mogelijk te eindigen. Gaat het nog lukken, Steven, met IJsselmeervogels? Of zijn ze definitief voorbij? Kampioenschap, dat denk ik, dat kunnen ze wel vergeten uiteraard. Want er staan veel punten achter, maar ook te veel ploegen. Ja. Kijk, als er één ploeg veel punten achter, voor staat, dan kun je nog aan denken aan een inzinking. Maar dat, ik denk dat moeten ze gewoon vergeten. Mm. En gewoon zorgen dat ze nog kampioen van de gemeente Bunschoten worden.
Je denkt dat de motivatie er nog is om het seizoen goed af te maken met name de derby, begrijp ik. Ik vind dat je sportieve plicht is om elke wedstrijd 100% te worden gaan. Ja. Er wordt nu een beetje gespeculeerd over, stel dat die laatste wedstrijd, dat het daarom gaat. Rijnsburg voetbalt in Spakenburg bij SC Meervals. Ja. Nou, daar geloof ik niet in, maar... Ja, dat zou in mijn woordenboek in ieder geval niet voorkomen, want ik speel altijd om te winnen, dus dat zou niet mogen. Nee. Laten we even kijken naar GVVV, die blijft meedoen. Ja. We hebben een lastig paasweekeinde, Harkema uit Noordwijk uit. Die zijn er niet blij mee. Nee, ik kan me voorstellen, twee zulke zware wedstrijden in één weekend. En er staat natuurlijk enorme druk op, want ze moeten winnen. Ja. Het is geen kwestie van met een gelijkspelletje kom je er ook. Ze moeten al die wedstrijden eigenlijk ook winnen. Ja. Dus het wordt heel moeilijk. Ja. Dat je heel erg in het maatje uit meer boven moet in de wedstrijd. Ja, nou, kijk, ik heb IJsselmeer Vogels voor de rest ook van het seizoen nog niet zo heel veel zien spelen. Ook dit is weer gewoon een wedstrijd waar dit soort situaties voor kunnen komen. Maar voor de rest heb ik er alleen behalve deze beelden niks van gezien. Nee. Dus moeilijk om daar echt iets over te roepen, zeg ik dan. Maar dit zag er wel knullig uit twee keer. Frans, je had natuurlijk vooraf zaterdag, voordat de wedstrijd gespeeld werden, een soort ideaal plaatje. Uiteraard zelf winnen. En wat had het hier in Veenendaal moeten worden voor Spakenburg? Gelijk. Ja. 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 Maar is GVVV nog een concurrent die gevaarlijk In principe wel. In principe, als ze de 1-0 wedstrijden winnen, komen ze op 3 punten. Ja. Maar het programma is zwaar. Ze hebben ook al aardig wat spelers in de Lappenman City. Dus de bank is beperkt. Dus ja, je weet niet hoe ver dat zijn tol gaat eisen gedurende het seizoen. Ja. Het is wel interessant wat Katty Panen schrijft in de Voetbal International deze week. Altijd aandacht voor de topklasse. Die zegt, de bovenlaag lijkt van de topklasse wat beter door de goede prestaties. Katwijk, Noordwijk, GVVV. In de breedte zijn we kwalitatief minder dan vorige seizoenen, Steven. Ben je het daarmee eens met Katty Panen? In de breedte is IJsselmeer wel eens minder. Ik denk het wel. Ik denk dat ze toch een paar spelers aangetrokken hebben die het niet brengen van hetgene wat ze dachten. Ja. Hij schrijft als troost voor de rode supporters. Tegen de blauwen heb ik de uitwedstrijd nog nooit verloren. Dus Katty Panen die steekt zijn supporters een hart onder de riem. Ja goed, dat geeft hoop. Ja. Maar op papier zou je zeggen van... Het kan eigenlijk niet, maar het is natuurlijk altijd een wedstrijd op zich. Ja. Dat zegt helemaal niks. We gaan het niet over de derby hebben. Dat doen we trouwens volgende week. Dan hebben we een speciale uitzending over de derby. En waarbij we wat oude beelden nog laten zien van derbies van de vorige jaargangen. We gaan nu kijken naar de absolute topper in het afgelopen WK. En uiteraard was dat Spakenburg tegen Rijnsburgse Boys. Opkomst van de... Opkomst van de gladiatoren aan het begin van de topklasse topper. Jeroen Hessing en Kevin Winter bij de TOS. En gelijk in de eerste minuut een voorzet van Spakenburg. En dan krijgt Van der Meijraker iets te weinig ruimte om doeltreffend uit te halen. Duel tussen Koelman en Verschragen. Verschragen het handje hier bij Koelman. En dan ziet de scheidsrechter dat er geen voordeel voor Rijnsburg te behalen valt en legt hij de bal op de stip. Kevin Winter achter de bal, oog in oog met Tabarima. En bal op de paal. Zat er toch nog een handje aan van Sven Tabarima misschien. Geen goal ziet de teleurgestelde bank uit Rijnsburg. Vanaf links Verschragen. De verdediging van Rijnsburg klaart deze klus. Kevin Winter, rechts naar. Een voorzet die terugkomt bij Kevin Winter weer. En via de hand, de bal op de lat. En het is geen volleybal, zegt de scheidsrechter. Smashes verboden bij het voetbal. Marien Willemsen ziet Gourie weglopen. Gourie, hoek is moeilijk. Maar de goal is daar. 1-0 voor Spakenburg. Sarkan Gourie. 23e minuut. Vanaf de andere kant. Je ziet de hoek is heel moeilijk. Heel klein. Maar toch weet Gourie die bal daar feilloos neer te leggen. En zo is daar de voorsprong voor Spakenburg. Aanval vanaf achteruit. Amos Guillou op Ricky van den Berg.
Ziet Gourier weglopen, ziet Mohamedou vrijstaan. Bal komt bij Mohamedou. En die haalt doeltreffend uit. En zo is het 2-0 voor Spakenburg. Van den Berg heeft twee keuzes. Kiest voor Ibad Mohamedou. En zo is het binnen een half uur spelen 2-0 voor de Blauw-Witten. Gourier, hij krijgt de bal weer en is levensgevaarlijk deze middag. Dreigt, gaat dan naar binnen toe. Mohamedou trekt een gat. En het schot van Gourier is subtiel, maar misdoel. Spakenburg levensgevaarlijk. Marien Willemsen weer. En het is dit keer van de Meirakker, geen last van zijn knie zo te zien. Omzeilt daar een lastige clip en een puntertje naast. Maar wat is Spakenburg gevaarlijk? Dan zwak verdedigen. Van den Berg pikt op. Ziet dan aan de rechterkant Gourier helemaal vrij lopen. Gourier heeft het niet moeilijk om deze goal in te tikken. Maar wat wordt daar zwak verdedigd door Rijnsburg. Topklasse onwaardig zou men ook in Rijnsburg zelf zeggen. Dit verdedigen. En zo wordt Spakenburg wel heel makkelijk geholpen naar een riante voorsprong. Dan even een slippertje van Verschragen. Winter pikt op, krijgt dan de bal terug, Jeffrey Winter. Ja, en die moet je niet vrij laten staan in de 16, dat is al onbekend. Brengt dan Rijnsburg terug in de wedstrijd op 3-1. Een onnodige fout, een misser achterin, leidt tot deze tegentreffer. Dan Rudy Jansen stoomt daar zo de 16 meter in. Maar stuit op Richard van Nieuwkoop. En daarna ook de rebounds gaan naast. Is er nog niks gespeeld. Koelman in duel met Hessing. Scheids laat doorspelen. Staat er bovenop en dan werkt Hessing de bal weg. En zo is het rust. 3-1. Op dat moment had ik het gevoel, Frans, hij is nog niet gespeeld. Wat was jouw gevoel in de rust? Qua spelbeeld... Hoef die eigenaar Spakenburg zijn niet zoveel zorgen te maken, vind ik. Want dat was gewoon overtuigend. Mm-hmm. De vraag is alleen, hoe komt Spakenburg uit de kleedkamer vandaan? En dat wil wel eens wisselend zijn. Maar in dit geval was het van begin af aan was het eigenlijk ook weer Spakenburg wat de klok sloeg. Ja. En dat deed ze heel overtuigend. En ja. Of hierin was gebeurd. Je ziet ook in de kranten terug, weergaloos, passie. Misschien wel de beste helft van het seizoen had Paus. Ja. Als die penalty erin gaat, Theo, dan krijg je natuurlijk een andere wedstrijd. Ja. Ja. Ja, wie zal het zeggen? Ja, ja. Ja, maar goed, op het eerste 10 minuten had Spakenburg ook wel een knappe kans gekregen. En toen ging het een beetje heen en weer. En penalty. Ja, maar goed, dat is niet makkelijk, penals. Ja. Dus die kunnen altijd gemist worden. Ja, ja. Ja. Ik wou het moment niet noemen, maar. Ja. Ja. Nee, maar goed, het had natuurlijk, als je met 1-0 achter komt tegen Rijnsburg, echt wel een heel volwassen team, dan wordt het dan anders. En ik was ook absoluut in de rust niet erg ongerust, want er werd gewoon heel goed gespeeld. En ja, natuurlijk is het afwachten hoe je die kleedkamer uitkomt. Maar als je in zo'n wedstrijd zo voorkomt en met nog 7 wedstrijden te gaan, want je ruikt bij wijze van spreken de finish. Ja, dan mag je dat natuurlijk nooit meer uit handen geven. Wat ik bij de site bij Rijnsburg heb begrepen, Frans, was dat men furieus was over hoe slecht men verdedigde. Teleurgesteld en gewoon kwaad op de ploeg, op de trainer. Kun je dat begrijpen? Ja, dat kan ik wel begrijpen. Maar je mag ook afvragen, waar komt het vandaan? Hè? Want ze werden toch regelmatig, de achterhoede werd ook overlopen door onze middenveld. Ja. Als je ziet de tweede goal, dan kan Ricky in alle ruimte, kan die achter Winter en achter Sadar, dat zijn toch middenvelders, kan die bal in alle vrijheid aannemen. Ja. Kan vervolgens gewoon 10 meter op de verdediging aflopen. Mm-hmm. En vervolgens de steekpaas geven op Ibad. Dus, Het is niet, het is een combinatie. Ik denk dat Rijnsburg normaal gesproken in de middenveld een van de sterkste schakels van het elftal is. Dat die in zaterdag wel degelijk ook steken heeft laten vallen. Ja, ja, dus ook de verdiensten van Spakenburg. Maar het leek wel een stuk angst. Want ik zat een beetje op die lijn, zeg maar, van de laatste linie en Kevin Winter. Hm. En Kevin Winter, die stond echt gewoon met zijn kont eigenlijk tegen die laatste linie aan. En je had echt gewoon 4-5 man gewoon op één lijn.
En het leek wel of ze angst hadden gewoon om uit te stappen. Nou, we kregen iedere keer een partij ruimte. Ja, een paar fantastische steekballen. Ja. En het was ook niet normaal. Ja. Ja. Goed, gaan we kijken naar de tweede helft, want uiteraard komt er nog een vervolg. Het begin van de tweede helft begint Rijnsburg dan ook aanvallend. Het moet namelijk snel terugkomen in de wedstrijd. Het heeft over de hele wedstrijd trouwens meer corners dan Spakenburg. 10 tegenover 3. Maar Spakenburg is een stuk scherper. En gaat hier ook weer als een mes door de verdediging, door de boter, zachte verdediging van Rijnsburg. Mohamedou op aangeven eigenlijk van Benny van Noord. En zo is het 4 tegen 1. De bal rolt in de goal. Benny van Noord baalt. Zo geeft hij toch niet graag zijn visitekaartje af hier in Bunschoten-Spakenburg. Volgend jaar speler van IJsselmeervogels. Maar Spakenburg is gewoon veel beter deze middag. Scherper, effectiever. Speelt met passie. Even later Robert Verschragen stuit op de doelman. En in tweede instantie is het dan Ignacio in het veld gekomen in de tweede helft die er 5-1 van maakt. 12 minuten gespeeld in die tweede helft. De keeper van Nieuwkoop doet niets aan het offensief van Spakenburg. Wordt in de steek gelaten door zijn verdediging. En als er nog toeschouwers waren die twijfelden aan de titelkansen van Spakenburg. In ieder geval in deze wedstrijd zit dat wel goed. En in feite is de wedstrijd dan al gespeeld. En natuurlijk laat Spakenburg Rijnsburg dan komen. En proberen de Rijnsburgers wel wat terug te doen. Maar is daar nog altijd doelman Tabarima van de Meijrakker. Wat riskant doorspelen met zijn knie. En is het hier toch een duidelijke penalty. En de goed fluitende scheidsrechter Mulder maakt hier misschien zijn enige foutje in de wedstrijd. Het zij hem vergeven, vindt Spakenburg. Gourie, een goede kans op de 6-1. De 4.500 toeschouwers smullen van deze wedstrijd. En zeker het blauwe gedeelte en het neutrale gedeelte. Tabarima, ook hier pakt hij weer de bal. Van den Berg. Mohamedou, weggestuurd. Heeft al 2 keer gescoord deze wedstrijd. Gaat zijn man voorbij. Schiet over. Is meer dan een ballenvasthouder. Zo laat hij zien. En dat is belangrijk voor Spakenburg in deze eindfase. Waar het maar afwachten is hoe het met de knie van Danny van der Meijrakker gaat. Een puntetje net naast de goal. Het blijft 5 tegen 1. Rudy Jansen, ook een van de uitblinkers in deze wedstrijd. Sokken afgezakt. Gaat voorop in de strijd. En liet duidelijk zien met Hessing achterin, er is hier niets te halen. Spakenburg wint van Rijnsburg en staat daarmee weer aan kop. Het is nog te vroeg om te zeggen dat de strijd beslist is. Daarvoor moeten er nog een aantal wedstrijden gespeeld worden. Maar deze is binnen. Ja, die 4-1 was van belang. Toen was het echt helemaal bekeken, Frans. Ja, ja, ja. Toen zei je toch eigenlijk, ja, ondanks, ik moet wel zeggen dat de Rijnsburgse boys tot het eind toe gewoon heel erg goed bleef voetballen. Ze bleven spelen, ze bleven voetballen en ze bleven vooruit voetballen. Maar het geloof was denk ik op dat moment definitief weg, dus dat ze nog een goed resultaat konden behalen. Ja, ja. Goed, dan is de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. Dan waren er wat mensen die dachten van, misschien moet je nou een Spakenburgse jongen in de ploeg gooien, Theo. Had je dat ook niet het gevoel? Leuk, David van de groep, voor zoveel mensen. Ja, zeg je van... de trainer die neemt daarin zijn besluit en ja, wat de reden daarvoor is geweest, dat weet ik ook niet. Ik hoorde ook de geluiden op de tribune en supporters die mogen dat ook roepen. Alleen ze moeten in ieder geval wel proberen dat op een beetje normale manier te roepen. Want ik hoorde weer een aantal kreten voorbij komen dat ik denk van jongens, doe even normaal. Ja. Ja, het had leuk geweest, maar nogmaals, de trainer bepaald had. Ja. En hij heeft zijn redenen waarschijnlijk gehad. En dan gaan we even gelijk kijken naar wat een technische commissie dan voor ruimte heeft. Hebben jullie daar ook over? Heb je het over de speelwijze? Heb je het als technische commissie over de opstelling? Hoe ver ga je, Theo? Nou ja, dat kan je best aan Frans vragen. Kijk, Frans is verantwoordelijk gewoon voor de technische zaken. En die kan daar het betere vertellen dan ik. Frans?
Nou, invloed een technische commissie, is die, kan je beter denk ik aan te stellen. Hoeveel heb je invloed op de trainer? Mm-hmm. En de trainer die spreek je voornamelijk, of tenminste, als het minder gaat, spreek je hem weer. En dan mm-hmm. vraag je hem en dan ga je gesprek aan van wat gaat er fout en wat zou er beter kunnen. Maar een trainer heeft dan alle tijden het laatste woord. Ja. De trainer maakt de opstelling. Ja. De trainer bepaalt de wissels en dat is de trainer zijn verantwoording. En het enige wat wij als technische commissie kunnen doen is de trainer voor bepaalde beslissingen eventueel ter verantwoording roepen. Hebben jullie een vast moment dat je altijd met de trainer praat? Een bepaalde avond? Of? Ja, we hebben in de regel doen we dat één keer in de 14 dagen nu. Mm-hmm. Mochten we wat onverhoopt wat dingen voordoen, wat voor gebied dan ook, dan wordt dat versneld. Ja. En vaak heb je ook tussendoor. We zijn als technische commissie toch vaak minimaal 2 trainingen in de week op het voetbalveld. En dan spreken we ook wel wat zaken door. Wie zit er in de technische commissie van Spakenburg? We hebben de scouting. Dat zijn Erwin Koelewijn en Cor van Dierming. Die doen scouting. En die zijn ook lid van de technische commissie. Simon Moog, contractmanager. Ja. En dan ik als technisch manager. Ja. En de afvaardiging naar het bestuur, Theo, dat ben jij vanuit de technische hoek. Ja. Krijg je zeg maar een lijstje mee wat je moet vertellen daar? Of hoe gaat die terugkoppeling naar het bestuur? Nou, ik krijg geen lijstje, maar wij hebben regelmatig contact natuurlijk. Overigens, ik ben pas vanaf januari officieel begonnen. Ja. Je moet dan toch nog wel je rol ook zoeken. Hè? Want ik heb de laatste jaren vooral nog lekker gevoetbald bij het vierde van Spakenburg. En dan ben je eigenlijk helemaal niet bezig met een eerste of verder met de club wat daar ruilt en zeilt. Dus daar heb je toch nog wel weer even een aantal weken voor nodig om eens te kijken hoe gaat het een en ander. En ja, natuurlijk bespreek je bepaalde zaken op de bestuursvergadering. Wij zitten ook regelmatig bij elkaar. Nou, maar goed, dat doe je in overleg, ja. Ja. Als je kijkt naar Spakenburg, wat voor indruk maakt Spakenburg? Is dat voor jou de titelkandidaat? Niet? Absoluut. Ja, voor mij 100% zeker. Ja. Maar dat wist ik eigenlijk al voordat de competitie begon, toen ik alle namen las. Ik denk, ja, die hebben echt heel goed... moet je altijd maar afwachten of dat klikt natuurlijk. Ja. Maar op papier hebben die zo'n goede, brede selectie. Ja. Dat kan eigenlijk niet misgaan. Gaan we naar die selectie kijken. Je bent natuurlijk al lang bezig, Frans, Theo, met volgend jaar. Er zijn al 2 namen bekend gemaakt, naast de trainer. Even kijken naar de keeper, Bart Tienes. Hoe is dat gegaan? Heeft iemand daar dan contacten mee? Krijgen je scoutingrapportjes? Ja, we krijgen scouting. Jongens van de scouting, dat was snel bekend. Ik geloof in december maakte Bart Tienes het zelf bekend, dus dat hij ermee ging stoppen. Nou, onze 2 keepers, Remco en Kok, Paul Kok. Remco stopt, die wordt de nieuwe keeperstrainer. Ja. En Paul Kok die stopt, die gaat geloof ik naar Zwaluwe. Mm-hmm. Dus wij zochten nog sowieso een keeper erbij. En die jongens die hebben hem bekeken. Remco heeft hem ook nagetrokken en zodoende zijn we bij Bart Tienes uitgekomen. Ja. Peter Wesseling, de trainer. Hoe is dat gegaan? Peter Wesseling is, je bent op zoek naar een nieuwe trainer. En wij maken dus ook als technische commissie een profielschets van een trainer. Op een gegeven moment komt het toch ook bij ons, kwamen we eruit, weet je wel, durven we het aan met een jonge trainer. Mm-hmm. Een jonge, een relatief onbekende naam. En zouden we dat aandurven als die de revue zou passeren? Ja. Nou, Peter heeft zelf ook gesolliciteerd. Hij had voor de rest geen ingangen bij de club, want een hoop trainers die doen dat via een zaakwaarnemer of een belletje. En dan... Of laten zich veelvuldig zien, zoals Hans Kraaij. Ja, ook die heb je er, maar... Maar in ieder geval, Peter Wesseling die was bij ons bekend. En we hebben wat gesprekken met verschillende trainers gehad. En op een gegeven moment kwamen we uit met Peter Wesseling. Ja. En Theo en ik hebben daar een afspraak mee gemaakt en een gesprek mee gehad. En dat gaf een heel goed gevoel. Ja. En de laatste naam die bekend is gemaakt, Michael Jansen. Oud profspeler. Theo, ook een aanwinst voor de linkerkant in het verdedigingsvlak, begrijp ik. Ja, daar gaan we zeer zeker van uit, dat het een aanwinst is. Michael stond, heb ik natuurlijk van de mannen, omdat ik er vorig jaar niet bij betrokken was, maar die stond vorig jaar eigenlijk al op de lijst. En dit jaar weer en meerdere keren bekeken en uiteindelijk zijn
Frans en volgens mij ook Sijmen in gesprek gegaan. En ja, hij heeft ook aangegeven dat hij graag wilde. Ja. En ja, voor ons zeer welkom, goede verdediger voor het nieuwe seizoen. Ja, wat hij zegt in zijn stukje in het AD Regio bijlage. Technische commissie van Spakenburg maakt een daadkrachtige indruk op me en wilde meteen dolgraag met mij verder. Nou, wat wij ook wel eens horen, want kijk, Spakenburg zijn natuurlijk recht voor de kop. Mm. Ook in de kantine, zeker in de kantine. En hoe kan het soms dat je met één gesprek of twee gesprekken er al uit bent? Mm. Nou, en Frans heeft al veel meer ervaring in met spelers dan ik. Maar ik heb dat wel in het zakelijk leven, heb ik ook soms. En dan mensen die komen solliciteren en dan heb je daar gelijk een bepaald gevoel bij. Dus je hoeft niet altijd 3, 4, 5 gesprekken te hebben. En zeker niet met spelers die je al jaren kunt volgen. Mm-hmm. Want ik bedoel, hij is niet voor niks bij Vitesse vroeg in het eerste geraakt. Volgens mij zat hij zelfs nog in de selectie van het Nederlands elftal. Mm-hmm. Kijk, die jongen die kan wel voetballen. Ja. En dan heb je soms aan 1 of 2 gesprekken heb je gewoon ook echt genoeg. Want je hebt scouting al heel lang gedaan. Dus je weet voordat je met zo'n man in gesprek gaat. Wat er achter hem zit, hoe die in elkaar zit en hoe die kan voetballen. Ja, ja. Dus wij, ja, goed, nogmaals, mooi wat hij ook zegt. Hè. Ik heb dat nu ook een paar keer meegemaakt. Dus alle lof ook voor Frans en de mannen. Want wij zijn inderdaad wel daadkrachtig als we gesprekken of als we een gesprek ingaan. Dan is het niet zo, zullen we er nog eens even gezellig eens een paar gesprekjes aan wijden. Want die tijd heb je ook niet, want er moeten meerdere gesprekken gevoerd worden met meerdere spelers. En dat gebeurt op dit moment, Frans. Achter de schermen loopt er nog meer natuurlijk. Ja, ja. Ja. Is het al zover dat we nog weer een naam kunnen horen? Vanavond niet. Vanavond niet. Ja. Dan gaan we gewoon zo de boel, Steven. Goed, we komen straks terug bij het voetbal. Als we het hebben over de Toto en over FC Bunschoten, zo de boel. We hebben daar opnames gemaakt afgelopen zaterdag. Laten we gelijk het filmpje pakken wat we hebben gemaakt. We zijn bij zijn filmen, Steven, bij het Boulodroom. En dat zien wij hier. Wij gingen naar jullie competitiewedstrijd. Vertel eens, wat voor competitie is dat? Dat is de zogenaamde BCTC. Dat is de Winter Club Team Competitie. Dat wordt gespeeld met 9 mensen. En die spelen dan in tripletvorm. Hmm. Dus 3 mensen bij elkaar. Ja. Die met elkaar 6 ballen hebben. Dus per persoon 2 ballen. Ja. En dan speel je 3 wedstrijden. Ja. Tegen 3 verschillende andere ploegen van dezelfde vereniging. Ja. Dat was in dit geval een vereniging uit Wijkbeduursteden. En die stonden op degraderen. Mm-hmm. En wij gingen voor de titel. En dat was in het begin best wel moeizaam, omdat er toch behoorlijk druk op stond. Want kampioen word je niet elk jaar natuurlijk. Ja. Ja. We zagen afgelopen woensdag in de Bunschoten een stukje staan dat het eerste team van Boulogne is gedegradeerd. Ja. En als jullie kampioen zouden worden, en dat is gelukt, zouden jullie in die klasse komen. Dus jullie gaan het eerste team voorbij. Klopt. En het probleem is dat de hoofdklasse, waar het eerste team uitgedegradeerd is, bestaat uit 6 teams. Waarvan 4 teams eigenlijk bij de Nederlandse top horen. Mm-hmm. Dus dat niveauverschil is gigantisch. Ja. En om daar je eigen in te handhaven is heel moeilijk. En bij onze vereniging hebben we nu besloten om eens te gaan kijken om een soort selectie te gaan invoeren. Want we hebben namelijk in de BCTC 4 teams van 9 mensen. Ja. Waarvan de betere spelers tussen aanhalingstekens verdeeld zijn over die teams. Ja. Ja. Dus als je uit die 4 teams de beste mensen haalt, dan is het misschien mogelijk daar toch te blijven hangen in die hoofdklasse. Ja. En dat is wel leuk om daarin te spelen, want dan kom je echt een Nederlandse toppers tegen. Ja. We zien bij de beelden al inmiddels dat er moet worden bijgelegd. Is de een speler beter in het bij het buutje leggen en de andere beter het wegkaatsen? Ja, dat is als je in tripletvorm speelt, wat je dus met z'n drieën doet, is de eerste man is de zogenaamde pointeur, de plaatser. Mm-hmm. De tweede man die is geschikt in en plaatsen en schieten. Ja. En de derde man, dat is de tireur. Dus die schiet de ballen van de tegenstander die te dicht bij het butje liggen naar je zin, schiet ze weg. En wat doe jij? Ik meestal tireur. Ja. Maar eigenlijk ligt mijn hart een beetje bij plaatsen. Ja.
Dus ja, dan kom je vaak op de tweede man terecht. Ja. Goed, we hebben een tweede filmpje klaarstaan. Laten we dat ook maar gelijk gaan bekijken. Want de wedstrijd ontwikkelde zich goed, had ik het idee. Ja, ja. In het begin was het heel moeizaam. Na de eerste drie wedstrijden stonden we met 2-1 achter. Mm-hmm. De tweede serie van drie wedstrijden wonnen we alle drie. Ja. Dus dan sta je gelijk al met 4-2 voor. En als je dus 5 wedstrijden gewonnen hebt, als je er 9 speelt, dan heb je die hele wedstrijd gewonnen. Ja. Dus dat is heel belangrijk. Dat teamoverleg dat jullie hebben, staan jullie met z'n drieën naar ballen te kijken. Ja. Wat overleg je dan op dat moment? Nou kijk, je krijgt op een gegeven moment situaties, wat moet ik gaan doen? Moet ik gaan schieten? Moet ik gaan plaatsen? Mm-hmm. Kijk, zo'n situatie heb je nu. Mijn maat, die daar met die bril rechts van me stond, die was van mening dat hij moest schieten. Ja. En ik was van mening dat hij hard in moest plaatsen op een bal van de tegenstander. Ja. En dat gaat hij ook doen. En dan drukt hij een bal van de tegenstander weg. Ja. Zodat we in 1 keer 5 punten haalden. Ja. En ik was van mening, je kan hem weer gaan schieten. Maar met dat schieten raak je ook ballen van onszelf. En dan haal je misschien 2 of 3. Dus dat moet altijd overlegd worden met elkaar. Van wat ga je doen? Joh, wat is de bedoeling? En dan is het nog altijd maar de vraag of het lukt natuurlijk. Ja. Dat is vest 2. Wat kan je nou uit je concentratie halen? Waardoor speel je een keer minder? Nou, het is heel typisch. Het is eigenlijk net als met voetballen. De ene keer lukt alles. En de andere keer dan is het net of je tegen jezelf voetbalt. Mm-hmm. En dan lukt er niks. Ja. Dat... Kijk, en wij zijn, laat ik het zo zeggen, aardig goed. Maar we zijn niet zo vast dat alles lukt. Kijk, hier hebben we de situatie van dat die bal van de tegenstander weggeplaatst wordt eigenlijk. Ja. En dan hebben we 5 punten in 1 keer. Kijk. Terwijl als hij geschoten had, zeer waarschijnlijk ballen die van ons daarna achter die bal die weg moesten, die waren dan waarschijnlijk meegegaan. En dan hadden we misschien een punt of 3 gehad. Ja. We zien trouwens nog wat medespelers van jou. Ja. Want het team bestaat uit meer. Hè? Ja. Dat is ons damesteam. Ja. Het is, de boel is heel gemixt. Het is geen kwestie van dames en heren apart of noem maar op. Mm-hmm. Maar iedereen speelt met iedereen. En van de 9 mensen hebben we 1 team wat compleet uit dames bestaat. Ja. Die spelen gewoon heel graag met elkaar. Dat vinden ze leuk. Ja. En die hebben veel plezier zoals je ziet. Is het want sport, ze hebben gewonnen. Sport of recreatie, Steven? Ik vind sport. Want? Als ik vertel dat we gisteren een toernooi gehad hebben, het zogenaamde ATV-toernooi. Ja. Er waren 29 teams van 3 mensen, dus er hadden 87 man. We zijn 's morgens om 10 uur begonnen en de laatste partij was gisteravond om 8:30 afgelopen. Ja. Dan heb je er 7 gespeeld. Ja. Ook dan bij back af. Ja. Goed, en uiteindelijk... Die werken trouwens. Daarom heet het ook ATV-toernooi. Ja, arbeidstijdverkorting-toernooi. Kijk. We zaten altijd bij de derde helft. Een goede afsluiting met elkaar in het Boelendroom. Ja. Ja. Ja, dat mooie is accommodatie. Zeer zeker belangrijk. En we zijn apen trots op ons Boelendroom. Gisteren, dat was ook leuk om te vertellen, was het Nederlands jeugdteam zelfs bij ons op dat toernooi. Die hebben het uiteraard, zou ik bijna zeggen, ook gewonnen. En dat is verschrikkelijk mooi om te zien. Ja. Hoe die jongens die sport beoefenen. Oké. Daarmee sluiten we het Zeur de Boel gedeelte af. En gaan wij naar de Toto. En met de Toto kijken we altijd even terug naar wat de vorige gasten voorspeld hebben. Nou, we kijken even naar de groene hokjes. Dat was dan goed. De 2 mannen van IJsselmeervogels TV. Peter Duis, de cameraman, had er 6 goed. Jan-Herman Hop, man met de microfoon, 7. Dat levert dan een soort tussenstand op. Waar nog steeds Willem de Graaf van Spakenburg aan kop gaat. 8 goed. Hij heeft nog een wedstrijd te goed. En u kijkt naar de andere mensen die daar hebben gescoord. Daar komen deze 3 namen ook bij. Want wat hebben deze 3 gasten? We gaan het in de toto even terugzien. We nemen ze even mee waarbij Theo dan het rondje is. Frans is het kruisje. En Steven het hekje. Eensgezind, Spakenburg gaat winnen, Frans. Iedereen zet van jullie Spakenburg op winst. Het is wel de ploeg van Hans Kraai. Ja, maar die is zaterdag geschorst. Dus, die staat er. Die is ver weg. Ja. Ik weet nog dat zijn eerste wedstrijd was 4-4. Hè? Dat was die wedstrijd tegen Rijnsburg. Ja. 3-1 achter. En, ja. Effect is uitgewerkt. Oké, goed. Gaan we gauw door naar de volgende. Steven, jij zet Rijnsburg op winst tegen Barendrecht. Ja.
Ze hebben zich goed hersteld, denk jij? Ja, ik bedoel, ze moeten wel. Want ze moeten de race volhouden natuurlijk met Spakenburg. Dus, en thuis. Ja. Nou, dat moet gewoon. Barendrecht op bezoek kan wel eens lastig zijn, Theo. Ik herinner me de 1-4. Een dramatische wedstrijd. Ja, maar dat lag meer aan ons dan, dan aan Barendrecht. Ja. En, nou goed, je krijgt nu natuurlijk wel heel veel wedstrijden waar voor beide wat te winnen valt. En tegen degradatie is werkelijk voetbal ook niet altijd even makkelijk. Ja. Want er komen ook altijd weer vreemde krachten naar boven. Maar ja. Goed, schuiven we dan verder op. Hij is meer volgens iedereen winst. We maken het rijtje even af. Eemdijk tegen de Merino's. Nou, hoe denken jullie daarover? Eemdijk gaat het winnen, zo te zien. Nou, dat is mooi. Goed, vanwege de tijd laten we het hier even bij. We gaan volgende week kijken of het inderdaad gaat lukken. Schakelen we gelijk door naar ons fictieve elftal. Het dreamteam van de gemeente Bunschoten, FC Bunschoten. Zo was het vorige week. Ik kijk ook even naar de speelwijze, want die gaat veranderen. In plaats van drie spitsen gaat het er met deze gasten wat anders uitzien. Hoe gaat het er na de wijzigingen uitzien? Een middenveld van vier. En Steven, jij bent verantwoordelijk. Je hebt Verwij eruit gehaald. Ja. En wie komt er voor jou dan in de plaats? Wouter van Alf, want daar ben ik een hele grote fan van. Ja. Ja. Ik vind dat is echt een karakterjongen. Hij is wel eens ongelukkig in zijn acties, maar hij kan echt een elftal opjagen. In positieve zin voor zijn eigen elftal, maar ook de tegenstander opjagen. Ja. En ik hou van zulke type spelers, zoals bijvoorbeeld ook Theo naast me was. Ja. Dankjewel. We gaan kijken wat heel toevallig waren de twee gasten, Frans en Theo, eensgezind. De Haan zetten wij eruit op de bank. En al bij Hessing erin. Hessing is een onmisbare schakel voor jou, Frans? Ja, ik denk dat Hessing... voor mij is denk ik de beste mandekker centraal achterin in de topklasse. Ja, ja. Dus die is eigenlijk... die hoort sowieso in FC Bunschoten. Ja. Nou, betekent dat er nog maar één Eemdijker over is. En dat mag ook niet minder dan één speler. Gilkes blijft in de verdediging staan. Op de bank is wel wat gebeurd. Daar is Tabrima voor de feiter erin gekomen. De feiter naar de tribune. En Steur staat erin ten koste van Van der Laar. We gaan kijken wat dat volgende week weer voor wijziging oplevert. Deze elf gaan het een week lang doen. Aanstaand weekend. Een uitslag heb je in gedachten tegen SVZW, Frans? 0-3. Theo? Nou, ik ben tevreden met 0-1. Steven, kijk je nog wel eens voetbal op de zaterdag? Nou, heel weinig, want wij hebben heel vaak competitieverplichtingen. En nou, meestal als we competitieverplichtingen hebben, speelt de IJsselmeer wel eens thuis. Ja. Dus ik heb ze tot nog toe in de competitie twee keer thuis gezien. De laatste keer was IJsselmeer wel eens Katwijk. En dan verwond ik me erover dat ik een uur lang eigenlijk niks zie en dat mensen na afloop zeggen, wat een spectaculaire wedstrijd. Oh, ja. Ja, de laatste half uur wel, jammer. Wat doe je dan met de derby? De derby, die zie ik al jaren niet meer. Ah. Nee. Je hoort het achteraf? Ik hoor het, ik word op de hoogte gehouden door mijn schoonzoon. Ja, ja. En dat is huilen of lachen. Goed. Voorlopig zijn we nog niet zo ver, we gaan het eerst aanstaande weekend bekijken. Heren, bedankt Frans, Theo, Steven. Succes en veel plezier. Sportieve groet u ook uit het Sportcafé.